Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga je laten zien wat mijn boodschappen waren voor deze week. Ik zeg waren, want meestal stel ik ze allemaal uit en dan ga ik ze één voor één langs. Met diner, snacks, noem maar op. Maar, wat had ik deze week gedaan? Op een zondag, terwijl ik zaterdagavond een feestje had. Mijn stem was helemaal weg. Ik kon helemaal niks vertellen. Dus ik heb het wel gefilmd en ik ga nu gewoon een soort van voice-over doen. Dus het is een ietsje andere stijl. Ik heb van de week ook geen enkele foto gemaakt. Ik ben het gewoon compleet vergeten. I'm sorry. Volgende week ga ik beter mijn best doen. Maar die zitten er dus niet bij. Wel zal ik onderin de beschrijving uitschrijven wat we voor avondeten, snacks, lunchideeën enzovoorts enzovoorts wat we allemaal hadden. Het was ongeveer 148 euro. En dan nog wat. Het viel dus op zich wel mee, langzaam maar zeker krijg ik een beetje een routine in hoeveel we nodig hebben van welke producten. En komt er een beetje een flow in. Dus we gaan weer de goede kant op. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je boodschappen als leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dit is even een full overview van alle boodschappen die ik deze week heb gekocht. Het viel dus eigenlijk best wel mee. Vooral bij het eetgedeelte. We gaan een keertje de Griekse gehaktballetjes weer eten met de salade. Daar had ik er best wel wat van over. Heb ik ook een salade van kunnen maken nog voor tussenmiddag. We eten een keertje pennen met halloumi. Nog nooit op, maar het was echt super lekker. Ook met tomaten en zo, met zondag in mijn voorraadkast. We zouden op donderdag aardappeltjes eten en broccoli met een hamburgertje. En we eten een keertje Hasselback met courgette met kip. Ook een keer wat we al eerder gegeten hebben. En dat was het eigenlijk voor het avondeten, omdat ik dan op vrijdag een wingday had met dat er te weinig kinderen waren eigenlijk. Of eigenlijk zouden er geen kinderen zijn met eten. Zaterdag eten altijd friet met snacks en zondag zou dan een wingday worden. Dat we misschien even wel kunnen afhalen. Ik had warm gerookte kipje filet gekocht met veldsla en zo voor een salade. Ook genoeg komkommers, mais natuurlijk en ook hummus. Een beetje allemaal saladespullen of in ieder geval voor de lunch. Een heleboel roomboter voor de bosbrood. En deze karamelpuddingjes, die heb ik toch maar weer gekocht. Die zijn super lekker voor 's avonds. Heel erg rijk in proteïne. Ook de kwarkyoghurt heb ik gekocht. Ook gewoon een beetje als extra aanvulling voor mijn eiwitten. Want ik kom dat best nogal vaak tekort. Maiswafels voor tussendoortjes. Siroop. Ook heel veel vleeswaren heb ik gekocht. We hebben grillworst, we hebben snijworst, we hebben boterhamworst. Deze was overigens vervangen. Ik koop altijd de Ardennen boterhamworst. En dit is de blik boterhamworst. Smaakt waarschijnlijk net zo lekker. Maar goed, de Ardennen boterhamworst zit minder toegevoegd suiker in. Dat weet ik nog van toen Logan minder suiker moest eten. Dus ja. Ook weer kaas voor Brick, de lactosevrije variant. Daar gaat ze toch nog steeds heel erg fijn op. Je merkt dat als ze een keer gewone kaas eet, dat ze dan toch niet zo lekker is. Maar we hebben ook wel gewone kaas voor de rest. We hebben ook weer snackworteltjes en geraspte kaas voor over de halloumi met pasta. We hebben weer twee verschillende soorten pakjes drinken voor mee naar school. Blauwe bessen, druiven, ook weer rode druiven, mandarijntjes, een heleboel en appeltjes. En een familiezak met chips. Het is niet de favoriet, maar kleine zakjes helpen wel om wat beter in porties te blijven eten. Dus dat doen we dan. De Cola Zero zonder cafeïne en de Crystal Clear natuurlijk. We hebben cherry tomaatjes voor alle gerechtjes en snackjes en tussendoortjes. We hebben weer smoltjes voor naar school, bananen. Beef jerky, ook een hele magere, proteïnerijke variant voor als snackje. De beefyworstjes kregen we er gratis bij. Ik vind ze niks. We hebben ook weer babybel kaasjes en schoolkoeken. En koekjestrommel. En een zakje gemengde noten. Ook super gezond voor je vetten en je eiwitten. Dus al met al een aardigje vol weer.